Goedemiddag, welkom op de webinar hoe het juiste hulpmiddel kiezen in de zorg georganiseerd door de VERF. Ik ben uw gastheer van de middag voor dit uurtje. Ik zelf ben verpleegkundig ergonoom in het UZ van Gent en ook bestuurslid van de VERF. En samen met de mede-collega's die spreken zijn wij allemaal lid van de werkgroep Zorg. En vanuit die hoek willen wij toch wel praktische tips meegeven omtrent het zoeken van het juiste hulpmiddel en wat sites eigenlijk heel doorlopen. Nu, ik ben heel blij met het aantal inschrijvingen. Ik zie dat er nog altijd mensen binnenkomen. Ik was er enorm van geschrokken. Ik hoop dat één iemand maar na 4 uur meedoet. En daar druk ik eigenlijk wel op. Dat is niet Eddie. Murphy. Murphy. Ik verwacht hem eigenlijk maar na 4 uur. Dus dan mag hij doen wat hij wil. Want je moet ook weten dat de grootste specialisten van de computers hier nu aan de draaitafel staan. Goed. Welkom. Eerste spreker van deze namiddag is Hilde. Hilde Pietiljonne is werkzaam in Dominique Savio. En zij gaat wat meer vertellen over de ergonomische hulpmiddelen thuis. Maar ook welke tussenkomsten dan er zijn. En dat is ook wel interessant voor verschillende sectoren. Dus ik ga eigenlijk het woord aan Hilde geven. Goedemiddag of goedenamiddag allemaal. Ik ben te werk gesteld in Dominique Savio en vanuit het Centrum Consult bieden wij heel dikwijls advies in de thuiscontext. Ik ga jullie vandaag een beetje wegwijs maken op de site van het VAPH, waar dat er toch wel wat mogelijkheden zijn om in de thuiscontext hulpmiddelen te voorzien. Wanneer jullie bij cliënten thuis ondersteuning moeten geven, dan worden jullie wel regelmatig geconfronteerd met ergonomische problemen. Bijvoorbeeld een cliënt, een jongen met een zware motorische beperking, die zelfstandig woont in een kleine rijwoning, die met zijn PVB of PAB-budget verschillende mensen in de zorg inschakelt. Het toedienen van ergonomische zorg is bij hem zeker niet evident. Of iemand met een hersenletsel die assistentie krijgt van verschillende thuiszorgdiensten. De woning is niet aangepast, want dat was ook niet iemand die voordien een beperking had. Dus eigenlijk komen zorgverleners daar en merken zij dat het verlenen van zorg toch geen evidentie is. Hoe ga je dan als zorgverlener daarmee om? Hoe kan je aan die persoon eigenlijk advies geven om het verlenen van zorg toch wel een stukje makkelijker te maken? Als we hier te maken hebben met iemand, met een persoon met een beperking die voor de leeftijd van 65 jaar erkend is als persoon met een beperking bij het VAPH, dan kan je voor een heel aantal hulpmiddelen een tussenkomst vragen aan het VAPH. En dat noemt men dan individuele materiële bijstand. Het VAPH die heeft recent een aantal nieuwe regelgevingen doorgevoerd, waar er vroeger sprake was van functiebeperkingen en interventieniveaus, wordt er nu eigenlijk vertrokken van de activiteit die de persoon met handicap wil gaan uitvoeren en in welke mate hij problemen ondervindt om die activiteiten te gaan uitvoeren. De indeling is eigenlijk zo samengesteld: activiteiten van het dagelijks leven. Daar gaan we als zorgverlener dikwijls mee geconfronteerd worden. Dan gaan er ook een aantal hulpmiddelen zijn die de communicatie gaan ondersteunen, mobiliteitshulpmiddelen, dan op vlak van wonen en woningaanpassingen en dan ook nog een aantal andere zaken. Maar hoe kan je nu als zorgverlener vanuit de eerste lijn dikwijls die persoon gaan helpen om het juiste hulpmiddel te gaan kiezen? Je kan eigenlijk naar de site van het VAPH gaan en hier zie je zo het startscherm van het VAPH. Dan zie je daar eigenlijk staan tegemoetkomingen en de volgende titel is dan in de thuissituatie. Deze website is eigenlijk vrij toegankelijk voor iedereen. De cliënt kan met jou meekijken op de site wat dat er mogelijk is en zo kan je eigenlijk gaan doorklikken naar verschillende andere tabbladen. Dus je komt dan bij hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie en daar wordt er al in de eerste alinea verwezen naar de referentenlijst. En daaronder zie je nog een keer die indeling van activiteiten zoals ik daarnet met jullie al heb doorlopen. Een bepaalde structuur
En ja, ik vergeet eigenlijk te vermelden, onderaan hier op de pagina zie je referentenlijst staan. Je klikt op de referentenlijst en dan kom je op dit tabblad. En daar zie je ook weer heel wat informatie verschijnen, waar dat je als hulpverlener wel een stukje informatie krijgt. Dus de referentenlijst is ingedeeld in activiteitendomeinen. Er zijn verschillende, weer opnieuw die verschillende domeinen. En binnen elk domein wordt er ook nog een keer een hulpmiddelenlijst opgegeven. Als we naar de referentenlijst gaan, effectief, dan komen we in deze, op dit scherm. Dus hoe ziet dat eruit? Dus je gaat eigenlijk van elk van de voorbeelden kunnen gaan zien wat dat de referentetermijn is, maar ook wat dat het referentebedrag is die je kan krijgen. Dus bijvoorbeeld, als je nu zegt van ik wil kijken naar een antidecubitus matras, daar is de referentetermijn bijvoorbeeld 5 jaar en het referentebedrag is daar een goede 1000 euro. Daarnaast staan er ook een aantal bedragen in de derde kolom, basiskosten. Dat betekent niet voor alle hulpmiddelen ga je het volledige bedrag terugkrijgen van het VAPH. Als je bijvoorbeeld een aangepaste stoel vraagt, dan gaat men er bij het VAPH van uit dat je altijd zelf een basisbedrag voor een stoel moet gaan betalen. Dus van het factuurbedrag van die aangepaste stoel of van de aangepast bed gaan ze een bedrag aftrekken die je niet vergoed krijgt, omdat men ervan uitgaat dat is sowieso voor iedereen een kost. Een andere kolom gaat over welke procedure er moet gevolgd worden. Bij bepaalde hulpmiddelen moet je geen rapport gaan opmaken en kan je een vereenvoudigde procedure gaan gebruiken. Dan kan eigenlijk de cliënt zelf naar het VAPH stappen en motiveren waarom dat hij een hulpmiddel nodig heeft. Dus dat is voor niet alle hulpmiddelen het geval, maar voor een deel kan dat wel. Dat wordt dan aangevinkt. En dan heb je nog een laatste kolom, wat die voor de thuishulp misschien minder relevant is. Daar wordt eigenlijk aangegeven of dat een hulpmiddel ook kan gebruikt worden in een voorziening bijvoorbeeld. In een vergunde zorgaanbieder noemt men dat dan, die gesubsidieerd is door het VAPH. Dus dat is eigenlijk alle informatie die op deze referentenlijst te vinden is. Je kan met je cliënt samen gaan zoeken welk hulpmiddel heb ik hier nodig en wat kan er eigenlijk vergoed worden. Klik je dan door op een bepaalde hulpmiddel, dan kom je bij een hulpmiddelenfiche. En dat is eigenlijk de informatie die je krijgt als je bijvoorbeeld zou klikken op een tillift. Wat is dan eigenlijk de beschrijving van dat hulpmiddel? Voor wie is dat hulpmiddel bedoeld? Is dat voor iemand die nog kan stappen? Of is dat iemand die volledig rolstoelafhankelijk is? Daar zie je dat dan staan. En er wordt ook aangegeven met welke hulpmiddelen je dit hulpmiddel niet kan combineren. Men gaat er bij het VAPH van uit dat je voor 1 activiteit geen 2 hulpmiddelen kunt aanvragen. Je moet het best passende aanvragen. En dus een tweede hulpmiddel om hetzelfde te doen, dat kan je natuurlijk niet. De hulpmiddelenfiches proberen ook transparant en helder te zijn. En eigenlijk ook de specificaties die bij dat hulpmiddel horen ook aan te geven. Als we dan een keer kijken, dan komen we... Stel dat je zegt, ik wil een elektrisch aangedreven telsysteem gaan adviseren voor die cliënt. Dan kom je op die beschrijving. En dan zie je daar opnieuw weer al die gegevens die ook in de tabel zijn beschreven, maar dan meer gedetailleerd. Bijvoorbeeld in de beschrijving ga je zien, een elektrisch aangedreven lifter op wieltjes is een telsysteem bestaande uit een elektrisch en hoogteverstelbare arm met een teljuk gemonteerd op een verrijdbaar onderstel. En die referentenrubriek bevat ook een actieve, een passieve of een combinatielift. Wat zit er niet binnen die referentenrubriek? Dat zijn eigenlijk de telbanden of de telbeugel die nodig is om die cliënt dan te gaan tellen. Dat is dan eigenlijk een ander referentenbedrag dat je daarvoor krijgt. En dan de specifieke doelgroep wordt beschreven. Dus personen bijvoorbeeld met een ernstig of een volledig functieverlies in de onderste ledematen, die afhankelijk zijn voor hun verplaatsing van een rolstoel of een scooter en die voor hun transfers afhankelijk zijn van derden. Naast de aankoopprijs wordt er eigenlijk ook gezegd in die hulpmiddelenfiche of dat je onderhoud en herstel kunt krijgen. Dus het VAPH komt ook tussen bij het onderhoud en het herstel van dit hulpmiddel.
Bijvoorbeeld hier, concreet voor dat elektrisch telsysteem, kan je jaarlijks ook €165 gaan gebruiken om dat telsysteem geschikt te houden. En dat is eigenlijk voor het onderhoud, maar als er dan echt herstellingen moeten gebeuren, dan kan je nog eens 20% van de aankoopprijs gaan gebruiken om eventuele herstellingen te betalen, als dat binnen de referentietermijn valt. Dus bijvoorbeeld een elektrische lifter zou 15 jaar moeten meegaan. Zijn er grote herstellingen nodig, dan kan je die 20% van dat referentiebedrag daarvoor gebruiken. En dat vind je allemaal in deze beschrijving. Je merkt hierop dat er eigenlijk ook nog geen sprake is van een merknaam. Je gaat ook de volledige beschrijving hier nog krijgen van het hulpmiddel, ook met een aantal foto's erbij. Dus zo kan je echt heel gericht gaan kijken van, is dat nu een hulpmiddel die voor mijn cliënt van toepassing zou kunnen zijn? Je hebt dus met je cliënt als zorgverlener dat allemaal doorlopen. Hoe kan je nu eigenlijk die aanvraag richten aan het VAPH? Eigenlijk is het zo dat er een multidisciplinair team de aanvraag moet schrijven, tenzij het via een eenvoudige aanvraag kan. Wat is een multidisciplinair team? De ziekenfondsen hebben eigenlijk allemaal multidisciplinaire teams die hulpmiddelen kunnen gaan adviseren. Ook in bepaalde referentiecentra. Bijvoorbeeld mensen met een neuromusculaire aandoening die degeneratief is, die zijn meestal ingeschreven in een referentiecentrum. Van daaruit kunnen die aanvragen ook geregeld worden. Of mensen die uit langdurige revalidatie komen, die kunnen zich ook richten naar dat revalidatiecentrum om die aanvraag te gaan doen. Als een type hulpmiddel niet voorkomt op de referentielijst, dan is er een andere aanvraagprocedure nodig. Dan gaat het MDT, of het team die de aanvraag doet, een aanvraag moeten richten naar, naar de BBC, de bijzondere bijstandscommissie, als het hulpmiddel daar niet voorkomt. En dan moeten zij motiveren waarom dat hulpmiddel daar wel nodig is. Komt het wel voor op de referentielijst, dan baseert de hulpverlener zich op de hulpmiddelenfiche en gaat men ook gaan aangeven waarom dat die persoon dat hulpmiddel nodig heeft. Wil die persoon nu een hulpmiddel kopen dat duurder is dan het referentiebedrag, dan kan die dat doen. Maar dan gaat hij eigenlijk het restbedrag zelf moeten gaan opleggen. Maar als het hulpmiddel voldoet aan de vereisten voor het oplossen van die probleemactiviteit, dan wordt dat ook zo vergoed. Je hebt hier in dit overzicht een lijstje van welke doelgroepen zijn er allemaal. Ik ga daar niet op in. Jullie gaan ook zelf die aanvraag niet moeten doen. Het is vooral belangrijk om voor de persoon die dan vanuit het MDT die de aanvraag moet doen, die zal zich daarop gaan baseren. Maar misschien toch nog eventjes stilstaan, bijvoorbeeld bij een doelgroep, daar gaat ook de ernst van het probleem gaan beschreven worden. Dus bijvoorbeeld zich verplaatsen, daar kan je een lichte stoornis hebben, een matige stoornis, een ernstige of volledig afhankelijk zijn. En telkens zijn er aan die stoornissen ook hulpmiddelen verbonden. Een concreet voorbeeldje om aan te geven hoe een aanvraag kan gebeuren. Bijvoorbeeld, iemand heeft problemen met zichzelf wassen en het advies zou zijn een douchestoel of een inloopdouche of de combinatie van beiden zijn noodzakelijk. Dan ga je kijken in de referentielijst en vind je daar een douchestoel en een inloopdouche en de bedragen en de referentietermijnen die daar tegenover staan. En dan kijk je, past mijn cliënt daar bijvoorbeeld in? Is dat iemand waarvan dat beide ledematen ernstig zijn aangedaan en die zijn transfer van rolstoel naar douchestoel kan maken? Want hij heeft bovenste ledematen die wel intact zijn. Dan ga je een douchestoel hebben die ervoor zorgt dat de persoon zelf zijn transfer kan gaan uitvoeren. Een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld koken. Een hoogteverstelbaar werkvlak in de keuken. Iemand die heeft wel hulp nodig om te koken, maar kan nog een aantal deelhandelingen zelf. Maar er komt ook iemand langs om te koken. Dan moet die persoon op goede hoogte kunnen werken. Maar ook de persoon met een beperking moet het keukenblad kunnen bedienen. Daar gaat er kunnen gemotiveerd worden dat dat een werkvlak moet zijn die in hoogte verstelbaar is. En zo kom je verder. Als je kijkt naar de hulpmiddelenfiches
en de beoordeling van de tegemoetkoming, dan gaat er in zo'n verslag nog altijd moeten aangegeven worden van hoeveel zal dat hulpmiddel gebruikt worden. Is de noodzaak aangetoond? Is het een doelmatig hulpmiddel? En is het voldoende frequent noodzakelijk? Als al die elementen effectief goedgekeurd zijn, dan zal het VAPH dit hulpmiddel kunnen toekennen en dan ook het referentiebedrag kunnen koppelen daaraan. Dus zij gaan de vraag stellen, voldoet het de oplossing aan de beschrijving van de hulpmiddelenfiche? Behoort die persoon tot de doelgroep? Voldoet de situatie van de persoon aan de bijkomende voorwerpen? En kan dat effectief ook zo geadviseerd worden? Dus in de hulpmiddelenfiche heb je al gezien, daar worden geen merken voor gesteld. Dat kunnen wij ook niet doen. Het is het type hulpmiddel en de functionaliteiten van het hulpmiddel die voorgesteld worden. Het maximale bedrag is wel toegekend. Wil die cliënt een duurder hulpmiddel aankopen met dezelfde functionaliteiten, dan zal de cliënt dat verschil moeten zelf betalen. Heeft die cliënt effectief een duurder hulpmiddel nodig met extra functionaliteiten, dan kan dat weer aan de BBC worden voorgelegd en dan moet er beschreven worden waarom dat het gaat om een zeer uitzonderlijke zorgvraag die de gewone functionaliteiten van een dergelijk type overstijgt. En zo kan de persoon met een beperking dan eventueel toch een volledige terugbetaling krijgen. Dit was mijn presentatie en ik geef dan terug het woord aan Philippe. Als er vragen zijn, dan gaat dat straks nog kunnen behandeld worden. Dank u wel voor de goede toelichting. Zeker interessant om te weten waar we de centen moeten halen. En zoals inderdaad Hilde zei, dus gewoon via de chat verder vragen stellen. Wij groeperen ze en op het einde van de sessie gaan we ze dan beantwoorden. Misschien ook nog iets praktisch, omdat ik zie dat er tussen nog mensen zijn bijgekomen. Beeldmateriaal zal ter beschikking staan binnen een paar dagen op de Verf-site. Voor de leden kunnen daar dan aan. En degenen die geen lid zijn, kunnen altijd lid worden natuurlijk. Een beetje reclame maken voor onze winkel. En ook de aanwezigheidslijsten. Als er mensen aanwezigheidslijsten nodig hebben, kunnen die dat gerust via de verfmail aanvragen. En dan wordt dat dan opgestuurd. Nu, onze volgende spreker is Jan. Jan Stofs, die het over een zeer interessante site gaat hebben. Dus waar wij heel wat informatie kunnen halen. Ik ga het eigenlijk volledig aan Jan overlaten en hij zal zichzelf ook nog een beetje verder voorstellen. Ervaringen met goed gebruik. Bedankt Filip en Hilde om voor te gaan. Goedendag, ik ben Jan Stofs en werkzaam op het Algemeen Ziekenhuis in Turnhout. Sinds 2013 voor 50% als verpleegkundige op de Paas. En voor 30% als ergonom binnen AZ Turnhout. Mijn vrije tijd gaat uit naar mijn gezin. En hobby's zijn hardlopen, fietsen, tuinieren en ook de verf natuurlijk. Dus vandaag wil ik graag met jullie... Vandaag wil ik graag met jullie mijn ervaringen delen over de site goedgebruik.nl. Wat vergroten, misschien is dat beter. Okay. Als wij hem dan googlen, zien we het volgende. En wij zien nu het onderverbetertraject, zelfredzaamheid door hulpmiddelen en technologie. Zien wij drie gekleurde vakken. Hè? Dus het vak zoeken, het vak algemeen en het vak winkeltje. Op zoeken ga ik direct verder gaan, hè, want daar gaan we eigenlijk op zoek toch naar de hulpmiddelen en technologie. Maar ik wil ook eventjes het algemene vak en het winkeltje toelichten. Als we dan de linken volgen op algemeen, dan zien we daar de mogelijkheid boven om een nieuwsbrief, om lid te worden van de nieuwsbrief. Daaronder komt dan de BMI 40+, dat is eigenlijk een project van de BMI 40, waarin, of Body Mass Index 40, waarin alles te vinden is over respectvol en ergonomische zorg voor patiënten met een extreem overgewicht.
Interessant om ook eens de link te volgen. Dan zie je daar verder staan de Voilà-methode. Voilà-methode, die ik ooit ook zelf gebruikt heb. En die is vooral gericht tegen het hospitalisatiesyndroom of het hospitaliseren van jonge, enthousiaste medewerkers. Dan heb je daar nog bij het stopcontact. Het stopcontact, kort gezegd, is dat een methode om even te stoppen in onze drukke, hectische werkomgeving en te zoeken naar een goed contact als basis voor een goede zorg. En men begint meestal bij jezelf en dan gaat men kijken naar het contact met andere mensen om dan zo ook naar de zorgvrager een goed contact te leggen. Dan het laatste, in het gele vakje zien we daar wassen en douchen. En dat gaat over, dat is een heel recente link, waar een tiental kaarten kunnen gedownload worden van Zon en W, van het gebruiksboekje, maar ik mag ze spijtig genoeg niet laten zien, omdat ze copyright zijn. En daar kun je dus eigenlijk individueel kijken hoe dat je personen in deze coronatijd zelfstandig kunt wassen tot het verzorgend wassen. Dan gaan we over naar het purperen vlakje, waar het winkeltje staat. Winkeltje waar men bijvoorbeeld de publicaties kunt stellen. En dat gaat heel simpel. Via een e-mailadres kun je gewoon, zoals ik in het verleden, een doelboekje heb aangeschaft, of een gebruiksboekje, of zelfs de zelfredzaamheid radarkaarten kunnen daar ook bestellen. En ondertussen is er ook een nieuw hulpmiddelenboekje dat je kan verkrijgen, maar het is spijtig genoeg uit. Dus gaan we nu verder op zoek naar bepaalde hulpmiddelen en dat ga ik doen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Het eerste praktijkvoorbeeld gaat over het plaatsen van de bedpan op recovery of ontwaakstaan. En het tweede voorbeeld gaat over het aandoen van steunkousen na een keizersnede op materniteit of moederhuis. Dus de bijbehorende filmpjes, daar is eigenlijk een beetje te weinig tijd voor om die nu te laten zien. Daarom stel ik voor dat we na de voordracht dit een aantal filmpjes laten zien, maximum 2. En dat ik nu de zoektocht naar het hulpmiddel met jullie samen doe. Ja. Dus om de zoektocht te vervolledigen moeten we natuurlijk de mobiliteitsklasse kennen. En hier zien we nu dus de beslissingsboom, de heel recente beslissingsboom, die de verf gaat plaatsen op de nieuwe Vlaamse tilthermometer. Dus als de nieuwe Vlaamse tilthermometer uitkomt, dan gaat het die beslissingsboom vinden om op een eenvoudige manier tot de juiste mobiliteitsklasse te komen. De mobiliteitsklasse die trouwens ook overeenkomen met die van Nederland. Ik ga nu even terug. Dus wij moeten dan eerst wat wilt u invullen, dan kiezen mobiliteitsklasse, dan zelfstandig of met hulp en dan de zoekterm. Als we dat dan gaan invullen, even verder, ja, dan zien we hier dat dat wat wilt, die wordt dan waarschijnlijk continentie en toiletgang. Hè, dat is de beste keuze als we naar een bedpan willen zoeken. Dan kies mobiliteitsklasse, dan denk ik aan mobiliteitsklasse C. Omdat de patiënt, als we dan even teruggaan, volgens de beslissingsboom, kan de zorgvrager zich zelfstandig verplaatsen? Nee. Heeft de zorgvrager staaffunctie of heeft hij een beperkte steunfunctie? Ja, dan zitten we automatisch op C. Als het nee is, komen we naar D. Oké, dat is dan ingevuld en dan vullen we nog de zoekterm in. En dat is, in Nederland noemen ze een bedpan een ondersteek. Dus heb ik ondersteek ingevuld en dan kom ik op volgend resultaat. Even zien, ja, ondersteek. En als we daar dan verder op gaan, dan komen we uit bij variaties. Dus er zijn verschillende soorten ondersteken. Ondersteken voor kinderen, ondersteken voor volwassenen, ondersteken speciaal voor vrouwen. En ik kwam ook uit op het slofmodel. En het slofmodel, dat is eigenlijk een ondersteek waarbij cliënten die geen gebruik kunnen maken van de gewone ondersteek, bijvoorbeeld door rug- en heupklachten, gebruik van kunnen maken. En op recovery denk ik dat zulk een model wel mij kan helpen om dat probleem op te lossen.
Dan zie je dan ook nog staan dat er een video is en dat vindt het hulpmiddel.nl. Daar kan men eigenlijk het hulpmiddel zoeken. Ondertussen heb ik dan het hulpmiddel gegoogeld. En ziet hier een voorbeeld van zulk een ondersteek met een steel aan en de beschrijving. Het is een wigvormige bedpan, dus een pool zoals ze in Nederland noemen. En het is gemakkelijker om zoiets toe te passen. Nu, als we verder gaan om te zien welke techniek dat hiervoor moet gebruikt worden, dan komen wij... Komen wij op in de groep van de filmpjes terecht en dan zitten wij aan het filmpje van hygiënische handeling en statische belasting, dus op de groep 5. En dan moeten wij doorklikken en dan als we goed kijken, ik weet niet of het zichtbaar is, dan zien jullie op 5.5.9 aanleggen van de steek. In Nederland noemen ze dat de steek, dus de ondersteek en verwijder van de steek. Er zijn twee filmpjes, maar die filmpjes die tonen alleen de kanteling. Dus daarachter staan ook instructiekaarten. Dus de instructiekaart heb ik dan gelezen. En als je de instructiekaart leest, dan vind je dat er verwezen wordt naar de groep 4 van licht naar licht, de transfers en staatse belasting. En daar kun je dan vinden dat zelfstandig verlichten van patiënten van bed naar bed, waarbij dus gebruik wordt gemaakt van een bruggetje. Dus heb ik gevonden dat een bruggetje, als je het patiënt een bruggetje kunt laten maken, dat je dan een opening krijgt in de matras, dat hij dus zijn heup een beetje kan licht van de matras, en dan kan men heel gemakkelijk de ondersteek plaatsen. Dus voor mij is dat natuurlijk is dat afgerond en kunnen wij dus daarmee aan de slag. Ga ik voort naar het volgende hulpmiddel en het volgende praktijkvoorbeeld, hetzelfde eigenlijk. Dus we gaan opnieuw zoeken. En wat wilt u invullen? En hier gaan we dan naar, voor de puntkant, gaan we naar overige verpleegartikelen en hulpmiddelen. En dan gaan we de mobiliteitsklasse, de beslissingsboom opnieuw gebruiken. En dan bij moeders die dus na seksio of na keizersnede op materniteit naar de kamer worden gebracht, die zijn nog een beetje verdoofd, die hebben soms nog een blaaszonde. En die worden natuurlijk... steunkousen aangedaan worden en dan zien wij dat toch wel mobiliteitsklasse B of C kan aangeduid worden en dat ze zeker hulp nodig hebben. Dus dan klik ik op steunkousen en dan komen de volgende voorbeelden eruit. En dan zijn er dus drie voorbeelden dat men geeft om te gebruiken. En ik ga dus verder met de voorbeelden waarbij de patiënt hulp nodig heeft. Dat is eigenlijk de steunkous, aantrekker, derde. Als we daar dan op klikken, dan zien we dat de steunkousaantrekker een hulpmiddel is voor aantrekken van therapeutische elastische steunkousen voor arm of been, kort of lang, met open of gesloten teenstuk. En dan valt op dat daar ook e-coach bij staat. Dus de eerste keer staat niet op alle dia's, maar soms wordt e-coach vermeld. En er staat natuurlijk ook op, vind het hulpmiddel. Dus daar kunt je het hulpmiddel gaan zoeken. We kunnen dan de film eens bekijken. En die film heb ik eigenlijk ook bij die 5 filmen gedaan, die als voorbeeld. Dus ga ik nu even overslaan. Maar wat mij wel interesseerde, dus het filmpje bekijken voor de techniek, was de e-coach. En wat betekent dat eigenlijk? Dus de e-coach, als je daarop klikt, dan kom je terecht bij... de e-learning module steunkousen. E-learning module steunkousen, dat is eigenlijk een mogelijkheid om op een digitale manier uw basiskennis te vergroten over steunkousen. Maar dat gaat dan over het algemeen gebruik van steunkousen. En hier komt het dan bij gezond en zeker uit, maar ik ben dan verder gaan zoeken. Ik wist het al van het verleden. En in feite is dat afkomstig van free learning. Dus we gaan eens even verder. Dus al de modules van de e-learnings die verschijnen op Goed Gebruiken.nl, die zitten gegroepeerd bij free learning. En free learning... Free learning bevat momenteel al 49 filmpjes, modules, dus op de site van free learning. En deze is bedoeld voor iedereen die werkt in de zorg en welzijn en graag leert door middel van e-learning.
Dus alle modules zijn eigenlijk gratis te volgen, zonder voorbereiding. En als je een module voor 80% goed kunt beantwoorden, kunt je een certificaat uitprinten. Dan verschijnt het certificaat en kun je dat uitprinten. En sommigen geven dan ook accreditatiepunten, maar dat is vooral voor de Nederlandstaligen, de Nederlanders onder ons die dat volgen. En dat kun je voor 4 euro dat accreditatiepunt laten verzilveren. En dan kun je die opstapelen. Hè. Dus er zijn dus 49 modules ter beschikking op de free learning. Dus ondertussen heb ik mijn twee voorbeelden, heb ik mijn hulpmiddelen gevonden. En ga ik nu verder met de zoektocht. Ja, ja, ik heb hier nog even een voorbeeld van de free learning site. Er staan dus 50 modules op. En dit is meer, dit zijn ook modules die herkenbaar zijn voor sommigen. Sommigen hebben ze al gedaan. Ik zie daar ook rechtsonder de zelfredzaam met radar modules staan. Dus die kunt ook volgen. Die heb ik trouwens ook zelf gevolgd. Het doet er niet toe hoe dikwijls dat je de module volgt. Omdat je elke keer kunt herbeginnen zonder dat iemand weet welke score dat je voordien had. Dus in feite kun je dat 10 keren doen, zodat je je score behaald hebt. Dus het geeft heel veel mogelijkheden, die e-learnings. Dan kom ik aan de tweede pijl, dat zijn de filmpjes van alle technieken. En daar zien we dus al die filmpjes verdeeld over 15 groepen. En dat gaat van groep 1, we gaan er nu allemaal niet open doen, want daar zijn we dus nog heel de dag mee bezig. Van groep 1... waar dat het in bed, bewegingen binnen de grenzen van het bed, tot groep 15 ondertussen. Vroeger waren er maar 10, nu zijn er al 15. Transfers en huidproblemen. Dus dat kunnen wij allemaal openklikken en daar kunnen wij onze filmpje en onze techniek gaan zoeken. Dus bij die filmpjes zijn er ook een 80-tal instructiekaarten vermeld. Instructiekaarten, en die kunnen er ook aanklikken. Dus die instructiekaart is ook belangrijk om die op te volgen. Dan ga ik naar de zelfredzaamheidsradar. Even kijken. Ja, dat zijn de voorbeelden waar Flip straks 2 gaat van tonen. Dan kom ik op de zelfredzaamheidsradar, dus met een laatste link. En wat zien we daar op de zelfredzaamheidsradar? Dat is eigenlijk een instrument, een breed gebruikt instrument om de zelfredzaamheid van de zorgvrager in kaart te brengen. En samen na te denken over de verbeteringen die zouden kunnen aangebracht worden met of zonder hulpmiddelen of slimme technologie. Nu, er zijn 15 domeinen waar dat je kunt een score doen. En dus die domeinen die gaan van voeding, continentie, tot leervermogen, aanuitkleden, mobiliteit. En je kunt daar een score op geven van 1, en dat wil dan zeggen heel afhankelijk, tot over 3 bijvoorbeeld. Gedeeltelijk zelfredzaam tot 5, en dat is de volledig zelfredzaam. Dus die 15 domeinen, die kun je dus scoren bij de patiënt. Ik ga daar een voorbeeld vanuit de praktijk aan jullie tonen, maar je kunt ook op al die icoontjes klikken en dan komen er dus de tips en de technologie tevoorschijn waar dat je dan beroep kunt doen op de zelfredzaamheid van die persoon te verbeteren. Ik ga even verder en dan zien we het voorbeeld van de digitale zelfredzaamheidsstoel, die kun je ook googelen, dat is ook mogelijk. En zo is eigenlijk de digitale is te vinden op de zelfredzaamheidsradar. Je googelt dat gewoon en je kunt dan de digitale gebruiken en dan kun je die gaan invullen. Ik heb nog werk met de kaarten. Zoals hier. Zo ziet je mij aan het werk. Dus recent heb ik nog een zelfredzaamheidskaart genomen en die gebruikt bij een patiënt die dus al heel lang in het ziekenhuis opgenomen was en momenteel op de paas verbleef. En in de toekomst zou hij moeten een doorverwijzing krijgen, maar er werd verwacht van dat hij ondertussen thuis zou proberen te overbruggen. En aan de hand van het nagaan of dat hem daar wel voor in staat was, hebben we de zelfredzaamheidsradar samen ingevuld. En die persoon, ja, dat is een 50er die wat evenwichtsproblemen heeft, die ook ja, een zwaar verleden heeft met een afhankelijkheidsprobleem en dat hij ook wat geheugenproblemen heeft. Nu, hij heeft de zelfredzaamheid met mij ingevuld en hij krijgt ook hulp van zijn dochter. Dat is ook de enige die er iets aan kan doen. Als we dan even kijken naar de achterkant van de zelfredzaamheidsradarkaart, dan zien we het volgende.
Dus dat is de oplossingen die we dan gevonden hebben op de site GoedGebruik.nl. En daar zien we dus de oplossingen die jij bijvoorbeeld heeft bij al de items waar dat er een probleem was, waar dat er dus eigenlijk geen volledige zelfredzaamheid te vinden was. En ik zal er een paar van die oplossingen met jullie delen. Dus hij had bij eten en drinken had hem aangeduid. En ik weet niet wat het goed zichtbaar is. En daar staat dus hoge stoel. Dus als je op de GoedGebruik site klikt op eten en drinken, dan komt de hoge stoel als een voorbeeld dat aan te wenden is. En dat maakt dat dus de persoon die zelfstandig moet kunnen eten en drinken en ook wat koken, dat eigenlijk dat veiliger is en dat hij ook, als de stoel aan het fornuis staat, dan blijft hij ook bij zijn fornuis en gaat hij niet weglopen en kan hij op die manier ook niet zijn vergeten dat hij aan het koken is. Dus dat had hem aangeduid en dat had hem al trouwens, dat ging hem al aanschaffen. Dus je kunt er dan ook op aanduiden op de kaart wie wat gaat doen. En hij, zijn dochter en zo gingen dan die een hoge stoel al aankopen terwijl dat hem opgenomen is. Dan had ik er nog een ander, bijvoorbeeld lichaamshouding. Daar had hem ook problemen mee. Dus het was, dus de zelfredzaamheid is het volgende. Men moet in staat zijn om zelfstandig van houding te kunnen veranderen. In bed of in de zetel of op, als hem rondwandelt. En voor hem was het bed wel een probleem. En zo, als je dan klikt op de zelfredzaamheidsdomeinen daar, op punt 3, dan zie je dat een bedheffer wel een oplossing kan zijn. En hij vond dat ook een goed idee. Dus een losse bedheffer die je kunt aanschaffen. Dus hij wou dat zeker ook doen via de zorgwinkel. Maar dat staat nog open, omdat dat nog niet gebeurd is. En dan was er nog rond veiligheid, onder andere, had hem ook aangeduid. Dus zelfredzaam is dat je de veiligheid kunt garanderen als je thuis bent. Hè, bijvoorbeeld, dat je zelf gasgevaar onder controle hebt, valgevaar. En daar kwamen dan ook interessante dingen uit. Dus bijvoorbeeld de automatische routeverlichting kwam naar boven. En het personenalarmering. Dus hij heeft dan ook met zijn dochter over gehad en ze vonden dan een goed idee om bijvoorbeeld dat aan te schaffen. Dus de automatische routeverlichting is vooral voor hem 's nachts van belang als hij dan 's avonds alleen naar het toilet gaat. Bij ons op de afdeling is hem zo al eens gevallen, dus dat zou dan zeker een verbetering zijn. En dat is ook allemaal te krijgen in de zorgwinkel. En dan heb ik nog als laatste, had hem zo... De dagelijkse activiteiten, dat was ook zomaar een probleem voor hem. Daar had hij, dus hij moet zelfstandig kunnen kuisen, stofzuigen, zijn dag indelen. En dan, als je dat googelt, dan kun je, als je op de GoedGebruik-site gaat kijken, dan zie je dat je daar een dagkalender kunt aanschaffen. Dus een dagkalender met seizoenen op en een volledige dagplanning. En eventueel een stofzuigerrobot, momenteel voor iedereen betaalbaar, dus... Dat was zeker iets dat hij nog ging doen. Dus eigenlijk dat is het voorbeeld van hoe dat men met een zelfredzaamheidsradar bijvoorbeeld kan werken. En dan geef ik nu de mogelijkheid aan Filip om nog twee filmpjes te tonen. En laat ik het dan hem verder. Waarvoor dank. Hallo, ja, ben ik weer hoorbaar? Ja. Goed, ik had beloofd aan Jan ook nog een paar dingetjes te tonen, inderdaad, van de filmpjes. Ik ga even proberen mijn scherm te delen. Goed Gebruik vind ik zelf een immens interessante site. Er zit gigantisch veel op. Eigenlijk de site om jaloers van te zijn. En hetgeen dat Jan nog wou tonen, was bijvoorbeeld iemand oprapen van de grond. En als ik naar 4.11 ga, de Razer. En de meeste mensen zullen wel al de Razer kennen. Maar ik vind het wel leuk om even heel kort een filmpje te tonen hier omtrent.
Nu, die site staat massa's vol met. Allee, als je alles wilt doorlopen en alles wilt bekijken, dan zijn de ja, niet meer ja, uren, dagen bezig om eigenlijk alles te bekijken. Maar heel veel interessante zaken. Nou, iets dat Jan wou toelichten is nog één: het aanbrengen van incontinentiemateriaal in combinatie met een staallift. Ga ik ook even nog een keer delen. Dit wat betreft de filmpjes goed gebruik en de site goed gebruik. Dus Jan, hartelijk bedankt voor die informatie daaromtrent. Heel interessante sites om door te gaan. Vragen gingen we op het einde doen. Mijn bedoeling is om eigenlijk heel kort nog door een aantal andere sites te gaan. Heel vlug zaken rond de site van. Goed, vanuit de CM is dat eigenlijk, dus van de mutualiteit, want er zijn heel wat mutualiteiten die een eigen site hebben waar je materialen kunt vinden. Zorgpunt vind ik persoonlijk ook een zeer interessante en een nieuwe voor mij, heb ik deze week maar ontdekt en is daar ook ingeplaatst. Ga ik ook even doorgaan. En dan ook een van de Nederlanders weer, een heel goede scooters of scouters, hoe dat je het ook uitspreekt.nl, waar heel veel materialen zitten in de richting van. Van thuiszorg, gehandicaptenzorg. En dan wil ik ook nog heel kort een paar dingen aanhalen die nieuw zijn en die op stapel staan vanuit de verf. Goed, de goed van thuiszorgwinkel is eigenlijk, zoals ik zei, van de mutualiteit, heel wat materialen die je kunt huren, kopen ook. Je hebt daar de keuze in. Ik ga er nu even heel vlug over de slides om ze dan te proberen online te tonen en te delen. Er zijn ook veel adviesorganen die je kunt gaan raadplegen online. Je kunt heel wat bijkomende informatie krijgen. Een zeer interessante. Ik zeg het ook al bij de broertjes of de zustertjes van de andere mutualiteiten. Kun je dergelijke informatie ook gaan bekomen. Zorgpunt is eigenlijk een site van apothekers en zelfstandige thuisverzorgers gezamenlijk. En ook een heel uitgebreide site waarbij dat je ook dezelfde keuzes hebt. Allee, dezelfde keuzes zijn andere materialen dikwijls, van verhuur van materialen en verkoop van materialen. Er zitten ook nog heel veel verschillende tabbladen in. Ik ga dat straks gaan tonen aan de hand van een casus. En dan de scooters. Scooters.nl, diegene dat ik zeg, waar dat er zeer veel creatieve dingen in staan. En waar dan mensen ook zelf commentaar kunnen opgeven en ook feedback geven, informatie doorsturen, wat dat ik eigenlijk ook altijd leuk vind. Want dat is ook een beetje de droom vanuit Verf, dat wij heel graag goede voorbeelden zouden binnenkrijgen van praktijkvoorbeelden. Dan zeggen van kijk, dat is nu echt interessant om te delen met anderen. Wat wij dan ook heel graag zouden doen via onze Verf-site. Ik heb hier ondertussen een aantal pagina's klaarstaan. Eventjes poging terug om te delen. En daar hebben we Murphy. Gaat niet zo snel. Ja, oké. Nu, ik wil het doen aan de hand van een casus, hè. Dus je ziet hier op de tabbladen wat je eigenlijk allemaal vindt. Als je eraan klikt, zijn dat ook weer gigantische lijsten waar je informatie kunt gaan vinden. En goh, ik denk bijvoorbeeld aan mijn moeder, is meer dan 85 jaar, woont alleen, trekt volledig haar plan. Dus je kunt zeggen.
een categorie B. Maar ik wil toch wel een aantal nieuwigheden voor haar gaan huren of aankopen. En ja, ik had bijvoorbeeld gedacht om een rollator te kopen voor verplaatsingen in huis. En dan ga ik gaan zoeken in de hele ruime lijsten die er allemaal staan. Ik kom hier ook nog iets tegen heffen en tillen. Dat wou ik hier ook nog aankopen, want in mijn lijsten staat hier, mijn verlanglijstje is een glijlaken. En best dat ik hier ben, ga ik dat eerst doen. Glijlaken. En als ik dat aanklik, ga ik op een... Zou ik op een voorbeeldblad moeten komen met een keuze van verschillende glijlakens? Ja. De prijzen staan erop. Dan staan ook telkens de prijzen op voor leden. Leden betalen uiteraard minder bij de mutualiteit dan niet-leden. En dan heb ik hier een glijlaken, de Hyperglide, die ik dan zou kiezen. Waarom zou ik dat kiezen? Als mijn moeder... Die is nog zelfstandig, maar als zij zich in bed moet draaien, ja, dat begint toch al wat strammer en stijver te gaan. En als ik een glijzeil onder haar bekken leg, dan kan zij eigenlijk zelfstandig zich op haar zij gaan draaien. En heeft ze ook weer dan niemand nodig en kan ze eigenlijk langer zelfstandig blijven zijn. Wat natuurlijk heel belangrijk is, zowel voor de omgeving als voor haarzelf. Hè? Want zij staan toch heel, heel sterk op een... Op een zelfstandigheid. Ik ga nu terug naar aanbod. En ik wil iets hebben van rolwagen, vlot vooruit. Dan moet je een keer kijken. We hebben hier rolstoelen, scooters. En ik wil een rollator, uiteraard met wielen. En ook hier hetzelfde. Krijg je een zeer ruim gamma van alle types van rollators die je kunt hebben. Met zitje, zonder zitje, halve rolstoel die je komt omdraaien. Dus eigenlijk een heel ruime keuze waar dat je dan kunt gaan kijken van kijk, dat is nu voor mijn situatie een heel interessante. Ik had ook nog een rolstoel nodig, maar die wil ik huren, want die heb ik eigenlijk niet zoveel nodig. Dat is bijvoorbeeld voor als we een keer op vakantie gaan en we willen wat langere afstanden gaan doen, dan ga ik dat eigenlijk liever gaan lenen en dan ga ik naar de site van de uitleendienst en ga ik daar gaan kijken welke materialen dat ik daar kan opvragen. Hier moest ik ietsje verder rolstoelen. Voilà, vlot vooruit. En dan krijg ik daar ook weer al een keuze van heel wat rolstoelen. Nu, ik stel voor ook, het heeft geen nut van hier volledig die site te doorlopen, hè, maar het is eigenlijk ook wel heel leuk en heel veel te vinden. Wat je bij alle sites trouwens hebt, dat is heel interessant om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. En dan krijg je ook altijd de laatste weetjes, de nieuwigheden die er eigenlijk op een site staan. Een andere, dat is Zorgpunt. Zoals ik gezegd heb, van de apothekers en een netwerk van apothekers en zelfstandige verzorgenden. Ook een heel ruim aanbod. Neem nu, als ik in mijn casus zeg van, voor mijn moeder wil ik eigenlijk eerste keer proberen met een hooglaagbed, want ze heeft dat eigenlijk nog niet echt nodig. Maar goed, dan kan ik haar bed beter op een hoogte zetten. Maar ik wil niet zo een ziekenhuisbed. Dan kan ik gaan kijken van verhuur, bedden en toebehoren. En als ik die dan aanklik, dan kan ik eigenlijk gaan kiezen voor een iets meer huiselijker bed dan dat het zeker geen ziekenhuisbed is. Ik heb daar ook een keuze in. En daar, wat dat ook heel interessant is, kun je zelfs per dag gaan huren. Dus neem je dat bij wijze van test of wat, kun je dat op die manier doen. Ook uitzonderlijk dat je dat kunt doen met je matrassen, wat natuurlijk interessant is voor een keer een korte periode. Of neem je dat we zeggen van kijk, ik zou graag hebben dat ze een keer na een kleine ingreep een periode bij ons thuis is, kan ik dat bijvoorbeeld bij ons thuis laten plaatsen. Ik was eigenlijk ook geïnteresseerd in een badlift, maar die ga ik eigenlijk kopen. Om hygiënische redenen, dan ga ik eigenlijk gaan kijken wat materialen hebben we hier allemaal. Ik zoek iets naar richting voor de badkamer, voilà. En dan ga ik gaan kijken naar een badlift. Ze heeft nog een bad, ze heeft geen inloopdouche, jammer genoeg, hè? Maar
Ja, ik kan mij hier een badlift gaan aanschaffen. Je hebt er ook verschillende types in. En zo kan, als de thuisverpleegkundige één keer in de week komt, daar toch nog een keer in bad helpen. Wat voor haar dan ook weer al aangenaam is. Nu, deze site, en dat moet ik hier wel melden, dat is ook iemand van de deelnemers die van Zorgpunt zelf aanwezig is. Dus mochten er eventueel vragen zijn, dan kunnen wij ook nog beroep doen op die persoon voor de bijkomende informatie. Ik weet dat die site nog vernieuwd wordt binnenkort, volgende maand, en dat die nog uitgebreider is. En wat ik ook te weten ben gekomen is dat dit gamma dat hierin staat, dat het bij de apothekers soms nog uitgebreider is, dat ze nog een eigen aanbod hebben. En dat hangt af natuurlijk van apotheek tot apotheek. Dus het is altijd leuk van bij de apotheek in uw buurt ook te gaan kijken wat dat de extraatjes zijn die daar ter beschikking staan. En dan had ik nog één site, en die is ondertussen verdwenen, maar dat is geen probleem. Dan gaan we hem weer oproepen. Scouters.nl. Jan heeft daar gesproken over goed gebruik. En omdat ik ook weet dat in die site, dat die ook opgemaakt is samen met Locomotion ook, Nico Knibbe vanuit Nederland zit daar ook een stuk achter, zijn er ook heel wat linken gelegd met filmpjes naar daar, hè, naar goed gebruik. En je ziet dus dat eigenlijk wel een heel goed netwerk is, dat eigenlijk aan elkaar aansluit. En zij gaan ook bepaalde brochures van goed gebruik ook hier gaan inputten voor bepaalde zaken. Nu, ik ben eigenlijk op zoek naar iets voor transport. Ik ga eens kijken voor vervoer. Ik neem er hier een paar dingen uit. Ja, je kunt hier zelfs kiezen, auto rijden, scootmobiel, met vliegtuig, hulpmiddelen. Het zijn heel dikwijls echt creatieve hulpmiddelen die mensen zelf soms aanbieden om op de site te zetten, die ze ontdekt hebben. Ik ga even kijken naar het autorijden, want mijn moeder heeft toch al wat meer problemen bij het in- en uitstappen van de wagen. Ik kom hier ook een filmpje tegen voor hulpmiddelen. En ik ben even aan het zoeken waar die uitgebreide lijst is. En die ben ik hier kwijt. Ik zal waarschijnlijk een stapje vergeten zijn. Dus even terug. Auto's en hulpmiddelen. In en uit auto stappen. Misschien daar een keer kijken. Nee, ik zet terug op hetzelfde. Ik ben eigenlijk op zoek naar een handvatje. Een handvatje die je in je deur kunt aanbrengen. Dat vind ik eigenlijk wel een heel handige. Eventjes gaan kijken bij... hier ga ik er gaan zien. Bij de 25 kilometer auto. Nee, dat is niet deze. Ik wil beter, het is nogthans hier. Ah, ja, heb eens. Ik wou rapper zijn dan de site op zich. Maar nu staat hij niet op deze pagina. Eventjes verder gaan kijken. Blijkbaar verschuiven ze soms toch van plaats. Maar goed, ik ga dat laten. Het is eigenlijk een handvatje dat ik zoek. Ik ga er nu geen tijd in steken. Die je eigenlijk aan je binnendeur kunt inhaken. En wat al zeer handig is om als steunpunt te gebruiken om uit uw wagen te stappen. Ik kan nog één poging doen, maar ik vrees dat de volgorde regelmatig verandert. Want daarnet had ik ze wel. Ah, ja, hebben ze. De autohandgrip Easy Exit Grip en ook de autohandgrip Handybar. Zeer handig, dat klikt vast daar waar u slot in klikt. Is zeer stevig en sterk en is een zeer aangenaam hulpmiddel voor, ja, ik denk aan de casus waar ik nu mee bezig ben, dus mijn moeder bijvoorbeeld. En eentje dat ik als laatste nog wil tonen, eventjes terugkeren. En Jan had ook al gesproken over steunkousen. En dat vond ik ook een zeer interessante. Ik heb nu al heel wat
Ook in bij ons in huis hebben we heel wat verschillende hulpmiddelen voor aan- en uittrekken van steunkousen. En ik heb er al veel getest en geprobeerd. Maar wat heb ik hier gezien? Ik had nooit gedacht dat er zoveel soorten waren. Hier op Scouters zie je bijvoorbeeld een zeer interessante lijst waarbij dat er een keuze kan gemaakt worden. Is het geschikt voor aan te doen of is het geschikt voor uit te doen? Is het met een open teen, gesloten teen, voor panties goed? Heeft de persoon nog, nog handfunctie, kracht nodig om het zelfstandig aan te doen? Of moet die persoon nog kunnen reiken? En dan kun je aan de hand van een hulpmiddelenlijst zien welke hulpmiddelen voor wat eigenlijk in aanmerking komen. En het zijn er gigantisch veel. Hè. De verschillende glijsystemen dan er zijn, de glijkousen. Maar er zijn er ook met rekjes, de metalen hulpstukken, al dan niet voorzien in combinatie met anti-slipmatten. Zaken met verlenging, dus dat is ongelooflijk. En dan hier ook nog een aantal specialetjes. Dof en dunner hier, wat dat ook wel heel wat instellingen zullen kennen. Ja, zelfs ondersteuningen met wieltjes. Het is ongelooflijk wat er hier allemaal in zit. Dus voor de mensen die eigenlijk bezig zijn met het zoeken naar specifieke hulpmiddelen, hier kun je ook uw hartje ophalen. Goed, de verf. Heel kort nog. Dus op de site van de verf hebben we een onderdeel van de tilthermometer eruit gehaald. En het jargonlijst. De jargonlijst hebben we uitgebreid. Staan nu voor het moment een lijst in met meer dan 70 hulpmiddelen. Waarbij dat je de naam van het hulpmiddel hebt, de mobiliteitsklasse. En dan ga je ook zien, als je scrolt, dat je ook de type verplaatsing kunt terugvinden. Gekoppeld aan die mobiliteitscategorieën. Het is eigenlijk we hebben hem apart eruit getrokken om hem toch wel interessant te vinden. Als je wilt weten van, ik heb dat hulpmiddel. Voor welke mobiliteitsklasse komt dat in aanmerking? Nu, een volgende oefening dat we nu aan het voorbereiden zijn, is de stap in de... Dat is dat uittreksel ervan, dat Excel-bestand. Het zit geblokkeerd, dus je kunt naar boven en naar onder scrollen en dat je nog altijd de naam van je product ziet, want het is een redelijk uitgebreid document. We willen ook omgekeerd werken. We zijn dat nu aan het voorbereiden. Dat zit ook een stuk al in de nieuwe tilthermometer die we aan het voorbereiden zijn. Dus als je een vraag hebt van, kijk, ik moet een verplaatsing binnen in het bed doen en ik heb bijvoorbeeld een patiënt van mobiliteitsklasse C, dan rolt er eigenlijk een lijstje uit van hulpmiddelen die voor die verplaatsing, voor die mobiliteitscategorie in aanmerking komt. En dat is ook iets dat we naar de toekomst toe nog verder willen uitwerken. Goed, en ik denk dat we een beetje aan het einde zijn aan onze presentatie. We hebben nog een paar minuten over. Nu, persoonlijk denk ik niet dat Ilde en Jan problemen hebben als wij iets over tijd gaan voor de vragen te beantwoorden. Ik denk tot 7 uur dat dat geen enkel probleem is. Hè? Geen reacties? Nee. Oké. Vragen? Ondertussen is mijn partner de vragen aan het sorteren. En die worden nu voor mij gezet. Ja, er zijn een aantal vragen voor Hilde. Waarom wordt de basiskost niet direct van het referentiebedrag afgetrokken, zodat je weet wat de effectieve tegemoetkoming is? Dus, Hilde? Ja, eigenlijk is het zo dat de factuur, als die boven het referentiebedrag is, dat je dan die basiskost niet terugkrijgt. Dus je weet wel wat je terugkrijgt. Maar men gaat ervan uit dat er sowieso een basiskost wordt afgetrokken. Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die wettelijk bepaald worden. Elke verandering in de referentereis die moet eigenlijk afgecheckt worden op regeringsniveau bijna. Of op beslissingsniveau van de Vlaamse regering. Dus een referentelijst wordt regelmatig bijgewerkt. En dit is iets die regelmatig ook wordt bekeken. Een basisbedrag gaat ook geïndexeerd worden enzovoort. Dus dat wordt telkens opnieuw beslist. Door een comité. Ik zag dat de volgende vraag ook voor mij was. Een tegemoetkoming geldt alleen maar voor personen jonger dan 65. Het is niet zo dat het alleen jonger dan 65 is, maar de handicap moet vastgesteld worden voor de leeftijd van 65. Anders heb je inderdaad geen rechten meer om via het VAPH een tegemoetkoming te krijgen.
Voor oudere personen zijn er in bepaalde gemeenten wel woningaanpassingen die voor een stukje gefinancierd worden, of kleine aanpassingen, maar voor de rest kan, en dat is een heel pijnlijke zaak voor bijvoorbeeld een ALS'er die maar de diagnose krijgt na 65, dat kan zeer pijnlijk zijn dat hij geen recht meer heeft op individuele materiële bijstand, dat klopt. Ja, Ilde, er was dan nog een vraag. Hoe komt eigenlijk een persoon uit de thuissituatie terecht bij het multidisciplinair team? Moet dat eigenlijk via een dokter gaan of hoe gaat dat juist? Nee, die contacteert eigenlijk zijn eigen mutualiteit en in elke mutualiteit is er een team die advisering rond hulpmiddelen doet. En zij gaan dan ofwel een huisbezoek doen en de vraag komen verkennen en dan het rapport ook schrijven. En dat is het multidisciplinair rapport die dan naar het VIAPH gaat. Dus eigenlijk moet de cliënt niet naar een dokter. Dat is anders als dat om mobiliteitshulpmiddelen gaat. Bepaalde hulpmiddelen moeten daar via een rolstoeladviesteam, waar dat dan wel een arts bij betrokken is, gemotiveerd worden. Maar bij een MDT is dat niet het geval. Maar een MDT kan wel beroep doen op een arts om de motivatie te staven. Ja, dat was er nog een vraag. Ik zie in de refertenlijst geen glijzeilen of glijsystemen. Is daar een reden voor? Allee, ik denk ook aan het comfort en zelfredzaamheid. Vraag van Bram. Ja. In de refertenlijst staan er heel wat hulpmiddelen niet. Dat wordt eigenlijk meestal beslist als dat over kleine bedragen gaat, dan gaat men daar geen refertebedrag aan koppelen en ook geen tussenkomst in voorzien. Dan gaat men ervan uit dat een persoon met handicap met zijn bijkomende ondersteuning die zal hebben, bijvoorbeeld dubbel kindergeld of andere tegemoetkomingen, dat uit die tegemoetkoming moet betaald worden. En dat is dan geen IMB, geen individuele materiële bijstand. En glijzeilen zijn zo'n voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld keukenplanken voor eenhandig gebruik, allerhande andere kleine hulpmiddelen, die worden ook niet vergoed. We zijn eigenlijk met een comité bezig om eigenlijk al lange tijd een basisbedrag voor kleine hulpmiddelen te voorzien voor een persoon met beperking, maar tot nu toe gaat men daar binnen het VIAPH niet op in. Dus dat klopt. Dat is een klein hulpmiddel die niet vergoed wordt. Er was ook nog de vraag, waarom wordt er niet gewerkt met mobiliteitsklassen om het juiste hulpmiddel te bepalen? Ja, dat is misschien iets voor ons. Hè? Ja, maar het is zo dat niet alle hulpmiddelen te maken hebben ook met mobiliteitsproblemen binnen het VIAPH. Je hebt ook communicatiestoornissen, je hebt andere aandoeningen, visuele hulpmiddelen die te maken hebben met visuele problematiek. En men wil eigenlijk in de refertenlijst en in het beoordelen van de ernst van de beperking op een eenduidige manier werken. Dus een lichte beperking tot een zeer ernstige beperking of volledige afhankelijkheid, dat moet voor alle hulpmiddelen passen. Vandaar zitten de mobiliteitsklassen daar niet in, omdat dat niet kan doorgetrokken worden naar alle andere zaken die door het VIAPH ook kunnen vergoed worden. Nu focussen wij hier ons vooral op de mobiliteitsproblemen, maar een refertenlijst bestaat uit veel meer dan enkel hulpmiddelen die de mobiliteit gaan oplossen. Nu, nog een vraagje voor u, Hilden, het voorlaatste. We merken dat onze cliënten soms van het VIAPH een negatief advies krijgen omdat ze in een ADL-woning wonen en daar dus ADL-ondersteuning kunnen krijgen. Zijn er tips om beter te kunnen motiveren, want anders wordt de ADL-woning een gouden kooi? Ja, dat is. Wij hebben ook al dikwijls aangekaart binnen het VIAPH. Men gaat ervan uit dat personen die in een VIPA gesubsidieerde locatie wonen of een VIAPH gesubsidieerde voorziening, dat die eigenlijk aanpassingen kunnen doen vooraleer dat de persoon met een beperking daar woont. En wij zijn eigenlijk al een hele tijd aan het ijveren om individueel aanwijsbare hulpmiddelen wel vergoed te krijgen, ook in voorzieningen, ook in ADL-woningen. Maar het klopt dat dat voor de moment wettelijk niet kan. Ja, het zit er nog verschillend in, maar er is nog een vraag die ook in het begin is gesteld. Moet er eerst een aanvraag gedaan worden voor de aankoop? Dus aanvraag voor de aankoop? Er moet sowieso een aanvraag al, er moet al een aanvraag gestuurd zijn naar het VIAPH, maar vooraleer je de goedkeuring hebt, kan het hulpmiddel wel al aangekocht worden, maar dan moet je wel weten dat het niet noodzakelijk goedgekeurd zal worden. Dus het kan zijn dat je dan uiteindelijk zelf moet opdraaien voor de kost. Maar het is geen beperking om het al vooraf aan te kopen vooraleer dat je de goedkeuring hebt. Wettelijk mag dat.
Maar het document moet wel al verstuurd zijn naar het VAPH. Oké. Okay. Ik zie hier een vraag passeren, ook misschien even gemist in het betoog hier. Is het mogelijk om een attestje te krijgen van deelname? Algemeen, dus de mensen die een attest willen, kunnen een mail sturen naar de VERF met de vraag voor een attest en dan wordt dat opgestuurd. Ja, omdat niet iedereen dat nodig heeft en voor de administratie een beetje te beperken. Een vraag aan Jan, dus ik ga Jan even activeren. Jan. Hoe evidence-based is eigenlijk de zelfredzaamheidsradar? Ik weet niet of dat daarvan op de hoogte zit, Jan. Ik heb er wel achter gezocht naar onderzoeken die gebeurd zijn, maar ik heb er eigenlijk nog geen gevonden. Dus ik vermoed dat het zo'n beetje is zoals de filmpjes op de site die jullie ook nagekeken hebben. En dat we dat een beetje zelf moeten gaan onderzoeken. Ik weet het niet, hè. Ik weet niet of jullie daar ook onderzoek gedaan hebben in Gent. Nee, voor de zelfredzaamheidsradar durf ik niet te doen. Nee, want er zijn meer zelfredzaamheidsonderzoeken in alleen de tools in Nederland. Hè. Er zijn er meer. Hè. Dus je hebt niet alleen de zelfredzaamheidsradar van Knibbe, maar je hebt ook nog anderen. Hè. En soms worden er andere gebruikt om uit te maken of mensen zelfredzaam zijn of niet. Dus ik denk. Hoe meer dat er ene gebruikt wordt, hoe meer onderzoek dat er kan volgen. Ik denk dat dat nog moet volgen. Maar er staan wel goede tips in. Hè? Dat neemt niet weg dat die tips bruikbaar zijn. Hè? Ja. Dat is zo'n beetje zoals de filmpjes ook. Hè? Ja. Maar je moet zelf kritisch daarmee omgaan, denk ik. Dat is waar. Dat is inderdaad. En dat is met veel zaken zo. Ik denk ook algemeen met de filmpjes en informatie die je overal vindt, inderdaad nog alles kritisch bekijken. Hè. Ik zie hier ook tips passeren voor in- en uitstappen. Draai venster naar beneden, uiteraard. Dat is een zeer interessante. Een andere vraag hier, dat zal eerder voor ons algemeen zijn. Zoveel verschillende glijlakens, vaak is de keuze heel moeilijk. Dat is inderdaad zo. Die zijn vaak niet te huren om uit te proberen, wat inderdaad jammer is. Alhoewel, ik heb de ervaring met sommige firma's dat die toch wel een keer één willen tonen en demonstreren. Naar thuiszorg toe is dat niet altijd evident. Wat ik ook weet, dat de mensen uit de thuiszorg soms zelf één meebrengen om een keer te tonen en te testen bij de cliënten. Moet eerlijk zeggen, bij ons is dat zelf, en intern doen wij dat ook, hè. Dus bij bepaalde groepen, ten MRC bijvoorbeeld, de revalidatiesetting voor mee te nemen naar huis, of te kopen voor thuis, dan gaan wij ook daar advies rondgeven en sommige dingen laten uitproberen. En het zijn inderdaad verschillende. Ik denk, de studies die er al geweest zijn, en er gaan er nog komen, hè, want wij zijn ook bezig met een opzet van een aantal onderzoeken, ik denk dat je daaruit ook wel al wat zaken kunt dalen, wat types dan er soms beter zijn. Ik ga één firma noemen, dat is misschien niet goed, maar ik weet bijvoorbeeld firma Metra, die nogal veel gebruikt wordt voor klein materiaal, die hebben twee versies. En ik moet zeggen, ik hoop dat ze niet kwaad zijn op mij, maar hun goedkoopste versie, die glijdt verschrikkelijk goed en dat is een zeer efficiënt iets. Hè? Dus... nu goed, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het is altijd wikken en wegen. Ja, Flip, ik wil er nog iets op aan toevoegen, want ik had dat misschien vergeten te zeggen tijdens mijn betoog, rond het gebruik van glijzeilen, dat die ook verslijten natuurlijk. Hè. Dus van die steunkousen, die wordt aangeraden om die om de 3 maanden, om de 6 maanden eens na te kijken. Want dan werken ze zeker niet meer zo goed. Hè. Dus dan is het tijd om nieuwe aan te schaffen. Oké, okay. Ik denk dan hier de meeste vragen beantwoord zijn. Er zijn ook heel wat reacties en feedback dat hier binnenkomt. Vind ik eigenlijk wel heel leuk. Hè.